Hey guys, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Weer eens een keertje een vlog. Dat is echt al best wel lang geleden. Zoals je ziet ben ik niet... Nou, nu kan je nog niet zoveel zien, maar zoals je ziet ben ik niet in Nederland. Ik ben in Frankrijk. Even het uitzicht laten zien. Heel mooi. Ik ben dus in Frankrijk met Floris, mijn vriend, en dan zijn familie. En we zijn hier dus eigenlijk al een week. Het is nu vrijdag en we zijn precies een week geleden aangekomen hier zo. Het huis is van zijn familie waar we zijn. Ik zal het straks een beetje laten zien, maar het is echt heel erg mooi. En we hebben echt heel veel leuke dingen al gedaan. We zijn naar marktjes geweest. Vanochtend zijn we ook naar de markt geweest. Ik was alleen mijn camera vergeten. Beste vlogger ever. Maar ik heb wel wat beelden gefilmd, dus er komen nu wel wat sfeerbeelden. En het was heel erg leuk. Ik kan eigenlijk wel even zien, laten zien wat ik gekocht heb. Allereerst... een waaier. Hoe leuk. Ik vond dit printje heel erg leuk. Nou, ze hadden sowieso heel veel waaiers. Deze was €3. En het is echt heel... Het is trouwens zo warm hier vandaag. Dat de kinderen niet naar school hoeven in Frankrijk. Zo warm is het. Daarom heb ik deze gehaald. €3. Dat is echt niks. En ik vind hem echt heel erg leuk. En hoe leuk is dit trouwens voor festivals. Ik heb dit gehaald voor mijn moeder. Die houdt echt van lavendel. Dus ik vond dit wel heel schattig. Oké, dit is niet echt heel erg handig om te laten zien. Maar... Ik heb twee worsten gehaald. Ik weet dat mijn vader dat heel lekker vindt. En mijn broertje Ruben trouwens ook. Ik heb heel lief, mochten we allebei iets uitzoeken op de markt van de oma van Floris. Dus ik heb deze jurk uitgekozen. Ik ga hem vanavond aandoen. Hij is groen en best wel lang. Ik heb namelijk geen lange jurken. Dus ik vond het wel leuk om een keer wat anders te kopen. Ze hadden echt heel veel van dit soort jurken. Oké, en nu heb ik dus net mijn bikini aangedaan. En verder hoef ik eigenlijk niks te doen. Ik ga lekker bij het zwembad liggen. Zal ik even kijken hoe warm het is? In onze kamer heel cool, want gisteren heeft volgens dit ding gemaakt. Of gewoon in elkaar gezet. Dus die staat echt zo bij ons bed. 34 graden. Het is nu op z'n allerwarmst. Oh ja, en kijk trouwens hoe leuk. Even in goed licht. Maar Floris heeft ook een Polaroid camera. En ik had dus van die kaartjes gehaald. Ze maken dit het Polaroid. Hoe leuk is dit? Alleen, er zijn er trouwens ook echt heel veel mislukt. Ze zijn nog helemaal zwart te donker. Dan zie je bijna niks. Dat is echt zonde. Maar goed, ik ga lekker spullen pakken en naar het zwembad. Ik zie niks. Oh, ja, tank. Nu op. Deed ik vroeger ook altijd. Ik ook. Altijd. Huh? Oh, nu zit in mijn neus. Oké. Oké, nu trap ik hem, want dit is te moeilijk. Ben je er klaar voor? Kijk, dit is het uitzicht. Heel mooi. Ben ik het uitzicht? Nee, ga weg. Wow. Wow. Echt mooi uitzicht. Kijk jongens. Dit noem ik nou natuur. Sorry, ik tril echt heel erg. Oh, waar is die? Ik ben hem kwijt. On s'est distingué un vent d'un glissement de peau sur la boue et tout. Sinds het moment dat de vlog was begonnen, tot nu, hebben we echt niks gedaan eigenlijk. Ja, dat is echt zo. Wat had je verwacht dan? Ja, weet ik niet. Oké, ik ga nog zwemmen. Zal ik je erin gooien? Nee. Leuk voor de vlog. Nee. Je wel eens lachen. Nee. Doe even. Doe even, dat moet jij dan toch doen? Ja, doe jij even staan daar dan. Ik ga je niet helemaal meetrekken. Nee, ik heb mijn lens in. Is dat voor domme excuus? Nee.
Ik ben echt een beetje een verwerpt katje nu. Maar we hebben dus de hele dag hier gezeten. Alleen, ik had dus nog helemaal niet echt duidelijk het zwembad laten zien. Maar dit is het. En echt mega mooi uitzicht, zoals je kan zien. En dan, als je je omdraait, is daar het huis waar we slapen. En we zitten elke avond dan daar te eten. Dus dat is heel leuk en gezellig. En het is nu 7:30. Dus ik ga even dit fixen. En we eten dus echt heel laat. Zo rond 9:30, 10:30. Dus dat is heel laat. Maar dat is normaal in Frankrijk. Dus ja. Hey guys, het is vandaag zaterdag. En auw, ik zit vast. Ja, vandaag is echt, ik weet niet, ik ben een beetje lui of zo. Het is nu 4:30. En vandaag is het ook weer echt lekker weer. Het is iets van 30, nee wel warmer. 33 graden, maar het waait dus ook wel best wel hard. Oh, dat is zo schattig. Floris heeft dus een vlieger gekocht. Hij is hem nu voor het eerst aan het uitproberen. Wat doe je? Ja! Ja! Nou, dat was het. We hebben eigenlijk alleen maar... Oh nee. Bij het zwembad gelegen, gezwommen. We hebben net geluncht. En toen hebben we daarna nog even Rummy Cup gedaan met zijn oma. Maar zijn oma is echt te goed. Ze heeft nu dus al 2 keer gewonnen van ons. Vanavond gaan we uit eten. Dus dat is ook heel erg leuk. Wat is dat eigenlijk? Oh! Dat is best goed. Oh. Tennisbaan. We gaan tennissen. Dus ik ga even hier, oh, heel mooi neerzetten. Ik pak hier trouwens helemaal niks van. Maar dat maakt niet uit. Oh. Ja, ik voel het eerder dan jij, maar jij hoorde me. Nou, is dit mooi? Dit is perfect. Bam! Bam! Okay. Ik hoef niks te doen. Oeh. Oh jee. Wat? Zag je dat? Ja, nee, dat was niet goed. Hoezo niet? Hij was niet goed. Ja, heel goed. Nee, was goed. Kijk, 2 handen. Echt wel. Hij springt. Kan het wel? Nee. Hoezo nee? Je slaat zo raar. Waarom doe je het been omhoog? Waarom doe je deze omhoog? Weet ik veel. Hou dit. Hou dit. Kijk. Ja, hier, ze kan het. Hey guys, het is vandaag zondag. Ik heb echt weinig gefilmd nog, maar gisteren gingen we tennissen en toen was ik heel goed. Was jij goed? Ik was vet goed. Oh, ik heb het niet gezien, dat is gek. Oh, shit. En daarna gingen we uit eten. En nu zijn we op de markt. Markt in het Frans. Is marché. Dat wist ik. Maar ik heb eigenlijk niet echt iets meer nodig. Het is ook echt best wel warm. Weer bij het huisje, maar ik moet even dit moment gaan vastleggen. Je weet dat je keihard gaat verliezen. Nee, ik ga sowieso winnen, want het staat 9-7 in potjes. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Ja, klaar voor. Little bitch. Oké, okay, voor de serve, hè? Ja.
3. Oh, oké. Speer maar. Oh shit. 1-0. Niet zo. Wat doe ik? Hij was uit. Oké, 3-1. Oh jee. 4-1. 5-1. Duidelijk, staat nu 10-7. Ik heb gewonnen. 11-7. Nu gaan we zwemmen. Ik voel me nu wel echt een... Hoe zeg je dat? Een te erg influencer. Ja, ik ook. Ik ben benieuwd wat je gaat zeggen. 3 camera's mee. Mooi hier. Wat is het laatste wat ik gefilmd heb? Dat weet ik niet eens. We zijn nu wel even... poosje verder. Ik moet even zo gaan staan in de zon. En ik heb een make-up gedaan en we zijn nu foto's aan het maken hier zo. Kijk, dit is gewoon een soort de achtertuin. Oh, en daar gingen we tennissen gisteren. En het is echt pretty. En het is nu iets van 6 uur of zo. Maar we eten elke keer echt vet laat. Dus we gaan waarschijnlijk over een half uur, uurtje pas koken. Dus ik kan even fotootjes maken. Oh. Die tanden ook. Wat denk je dat het was? Is? Een soort zwijn of zo. Ja. Dat is 1. En dat is 2. Ik ben weer even in de kamer. Het is echt bloedje heet. Maar we hebben echt superleuke foto's gemaakt. Deze bij het zwembad. Deden we alsof volgens mij erin ging gooien. Alleen ik viel net weer een soort van... Ik had zo mijn been omhoog. Alleen toen werd de foto gemaakt. Toen viel ik net naar achter. Maar op zich is die wel... Ik vind hem wel heel grappig. En deze die had ik volgens mij al laten zien. Deze bij het zwembad. Dit is mijn favoriet. Die vind ik echt leuk. En deze had ik volgens mij ook al laten zien. En nu gaan Floris en ik koken. We gaan pasta, garnalen, broccoli maken. Ik heb dat laatst ook voor hem een keertje gemaakt. Dat vond ik heel lekker. Dus nu gaan we het voor iedereen maken. Dus dat is heel erg leuk. El pan, ze zit er paaf in. Ze rolt in die zak. Ik heb het